Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik heb net wat boodschappen gedaan met mijn moeder en met mijn stiefvader. Ik ben nu mijn tas aan het inpakken. Neem deze tas weer even mee, de drie graafjes. Normaal neem ik altijd mijn Louis Vuitton tas mee. Maar ik heb een aantal boeken en die passen niet in mijn Louis tas. Maar wel in deze drie graafjes tas. Dus ik heb zeg maar mijn drie graafjes tas lekker mee. En het is nu rond een uur of 10 over 10. Ik begin over een uur en 40 minuten. Dus ik draag deze trui van de H&M. Broek Bershka. Schoenen van Zara. En ik ging zeg maar naar boven lopen om een oplader te pakken voor mijn telefoon. En even mijn tas alvast een beetje in te pakken. En ja, eigenlijk ben ik nu ook wel... Ik ben best wel moe en ook best wel ziekjes. Want kijk, dit gezicht heeft echt een kleurtje nodig. Dus ik ga binnenkort even naar de zonnebank, denk ik. Even kijken hoe en wat. Maar ik ga eerst mijn oplader pakken, die ligt hier. En dan ga ik jullie meenemen in mijn week. Ik ben dus nu in de H&M. En ik heb twee dingetjes gepakt. Ik heb een soort van, ja, een blouseje-achtig. Die vind ik super gaaf. Kijk, als die, dan staat hij me toch super leuk. En ik heb een shirtje met Guess List erop. En dit doet me een beetje denken aan Gucci-achtige dingetjes. En Ines en Lisa die staan in een waskamertje hierachter. Want die doen nu een stijlswap. Dus dat wordt leuk. Ik ga nu alles passen en dan ga ik jullie mijn mening geven. Dit is de blouse. Hij is lekker lang. Ik vind hem echt super leuk. Het is zeg maar wel, het staat wel echt super leuk bij deze outfit. Dus, maar ik zou hem dan zelf, zou ik hem aan de voorkant dan in mijn broek doen. Dat even een tip van mij. Maar voor de rest staat hij wel heel leuk. Ik vind hem ook hier heel leuk. Okay. Ik vind hem echt heel gaaf. Maar staat het met deze jas? Ik ga dat even nu kijken. Zo is hij dus met jas. Hij staat zo leuk. Oh yeah. Oh my god, Ian! Leuke outfit! Hey. Wat zei je? Dit is een shirtje. Met Guestlist, ik vind het best wel leuk staan. Zwarte broeken dan deze schoenen. Maar ik weet het nog niet. Ik ga hem net online bestellen. Want online is hij 5. En hier 10. Is toch wel een fake euro verschil en zo. Dus dus dat. Inmiddels ben ik weer thuis aangekomen. Het was super leuk met Lisa en Ian in de stad. Ik heb ook nog wat gekocht bij de Zara. Dus dat ga ik jullie nu even laten zien. Het is weer een paar schoenen. En ja, dat ga ik jullie nu laten zien. Ik ga jullie nu laten zien wat voor schoenen ik heb. En dat zijn namelijk deze. Ze hebben een witte sol. Vond ik super mooi. En ze zijn zwart. Super. Ga. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. En ik heb me klaargemaakt. Het niet om mijn stem. Ik ben echt heel ziek. En dit is wat ik draag. Deze. Dit shirtje met die kom, weet je wel. Van Stradivarius. Ja, nu zie je wel duidelijk dat die doorschijnt. Wauw. Ja, broek is van de Bershka. En mijn nieuwe shoes. Super leuk. Ik ga er zo meteen van door. Ik heb vandaag een opname dag. Daarvoor moet ik een campagne film bij Lot en Daan. Daar zijn we al echt tot 2, 3, 4 weken mee bezig. Om dat te filmen. Om niet te filmen, maar voor te bereiden en zo. En vanavond of vanmiddag hebben we een gastles. Van een soort van hip-hop iemand op school. Dus dat is super leuk. En ik ga jullie meenemen. Dus let's go, we gaan. Hey Tess. Wat zijn we aan het doen? Yay! Super leuk. En hoe gaat het bij jou? Heb je al veel shots? Nice. Oké, we zijn dus nu aan het opnemen in Lot en Daan. En het is super cute hier. En
sta nu in de wc en zelfs de wc is heel erg Tumblr-achtig, denk ik. Met deze spiegels en het hele mooie behang. Ik vind het behang echt vet leuk. En hier is een plant. Super gaaf. En deze lampen die zijn ook fucking gaaf. En hier ook nog. Wauw, vet leuk. En jullie kunnen... Oh my god, er zit zo'n glitter in. Oh wauw. En jullie kunnen deze plek wel herkennen. Deze foto en deze... Ik heb hier een foto 2 weken geleden gemaakt. En toen was ik hier ook. Met Jenna en Tessa. En toen heb ik hier een foto gemaakt. En die staat op Instagram. Dat is deze foto. En dus straks ook. Dus die is vet leuk. Dus heb je die nog niet gezien? Check mijn Insta. Link in de beschrijving. En dan gaan we nu weer verder filmen. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik ga zo meteen naar Rotterdam toe. Ik heb namelijk afgesproken met Nina vandaag, super zin in. Ik heb Nina al best wel lang niet gezien en voor de mensen die nieuw zijn op mijn kanaal, Nina is zeg maar iemand die ik heb leren kennen op de theaterschool toen ik daar zat. En we zien elkaar heel weinig omdat we allebei best wel druk hebben met school en dingen en stage en whatever. En nu hebben we eindelijk een keer een moment gevonden om weer af te gaan spreken, dus dat gaan we vandaag doen. Wat ik aan heb is deze trui, deze rode trui met Tomorrow. De broek is van de Bershka, trouwens, de sweater is van H&M. De broek is van de Bershka, schoenen van Zara en mijn Louis Vuitton mantels gaat mee. En mijn Sony of mijn Philips koptelefoon, die gaat ook weer mee. En mijn camera die heeft moeite met scherpstellen vandaag. Yes! Goal! Hashtag, ik weet de tekst niet meer ofzo. Maar goed, ik ga er zo vandoor en ik neem jullie mee. Oké, we zitten nu in de HEMA en ja, dan moet er taart gegeten worden. En ijskoffie gedronken worden. En ik ben met Nina! Lang geleden! Yay! Oké, ik zit dus nu heel even in mijn kledingkamer. Ik wil jullie iets vertellen. En ik weet niet hoe ik het moet vertellen. Maar ik ga het gewoon doen. Ik maak nu al 3 jaar video's op YouTube. En met veel plezier voor jullie. De abonnees die stijgen. De views minder. Maar ik hoor van heel veel mensen. Ja, je moet het niet doen voor de abonnees en de views. Je moet het gewoon doen omdat je het zelf leuk vindt. En tuurlijk, ik zal altijd wel die passie blijven houden voor video's maken en opnemen en uploaden en whatever. Maar op dit moment heb ik die motivatie zeg maar niet meer om te uploaden. En ik zie ook wel, als ik bijvoorbeeld een week heb of nu, doe ik gewoon heel veel. Alleen ik film het niet. En op een gegeven moment denk ik, oh, ik moet mijn vlogcamera erbij pakken. Of ik moet dit doen, of ik moet dat doen, of ik moet, wacht, even de shot overnieuw. En dat vind ik echt zo ontzettend vervelend. Omdat ik op een gegeven moment ook denk alleen maar aan die camera, de hele tijd. Ik denk de hele tijd aan camera dit, camera mee, camera opgeladen, de camera is dus niet bijvoorbeeld leeg. Weet je, dan denk ik van, come on, Jane. Weet je, op een gegeven moment denk ik ook weer van dat ik, dat het voor mij misschien goed is om afstand even te doen van YouTube. En ik heb geen burn-out of whatsoever, maar ik moet gewoon even wat tijd voor mezelf hebben. En ik weet nog niet wanneer ik terug ga komen. Ik hoop snel. Misschien over 2 weken. Ik weet het niet. Ik neem lekker alle tijd die ik nodig heb. Maar dit is wel heel even de laatste video die jullie van mij gaan zien. En wanneer ik terug zou komen, ik heb geen idee. Hou even mijn social media kanalen in de gaten. Voor meer, hoe noemen we dat, updates van mij. Volg me nog niet op Twitter, Instagram of Snapchat. Dan zal dat in de beschrijving staan. Dit is best wel een lastige keuze voor mij geweest. Omdat ik YouTube zo leuk vind. Maar ik ben een soort van op in YouTube gebied. En ik wil gewoon niet meer dat ik per se echt verplicht moet uploaden. En daarom dacht ik ook van, ik doe het niet meer de weekvlog op maandag, want dat geeft mij zoveel stress. Dat ik dacht, oké, ik doe het op woensdag. En ik denk, oké, het gaat allemaal goed en fijn en dat soort dingen. Maar ik heb wel besloten om heel even deze rust te pakken. En even aan mezelf te denken, want ja, dat moet ook gebeuren.
En ik wil niet iemand zijn die heel veel klaagt en gezellig doet. Of nee, dat klaagt en alleen maar positieve dingen laat zien. Maar ik wil ook dit soort dingen aan jullie laten zien. Dat ik ook denk van dat ik er doorheen zit op dit moment. En ik weet nog niet, zoals ik net al zei, ik weet nog niet wanneer ik terugkom op YouTube. Misschien upload ik of vlog ik wel vooruit. Maar is het even rust op mijn kanaal. Ik kom terug, weet nog niet wanneer. En dit is sowieso heel even de laatste video die jullie van mij gaan zien. Ik hoop dat jullie dit niet heel erg vinden. Ik moet heel even aan mezelf denken en even die tijd en de rust in mijn hoofd weer voelen en in mijn lichaam weer voelen. En dat ik denk van oké, I got this. Maar op dit moment gaat het niet meer en heb ik ook niet meer de drive om te vloggen. Dus ja, en JJ Friends trouwens, dat staat ook even een beetje voor mijn gevoel best wel weer op een laag beetje, want we hebben gezegd, we zijn terug en we hebben twee video's eraan gemaakt en daarna is het weer verwaterd of zo, omdat dat ook, we hebben allebei best wel druk leven en zo. En toen was je camera leeg. Maar waar had ik het? Oh ja, JJ Friends staat nu op dit moment ook even op een laag beetje hoe leuk ik de video's maak met Jamira vindt. Maar ik zie ook wel dat het weer mij heel veel energie kost om ook die video's er nog een keer bij te editen en zo. En ja, het is best wel lastig om twee kanalen zeg maar te onderhouden. En ook nog school daarnaast. En ja, weet je, ik dacht van oké, ik ga filmen. Maar ik heb wel steeds het gevoel van vandaag ook, wow. Vandaag ook bijvoorbeeld met Nina. Ik had haar zo lang niet gezien dat ik echt denk, weet je, waarom zou ik deze tijd delen met jullie? En er zelf niet van genieten. Jullie ervan kunnen genieten. En er zelf niet eens van gaan genieten. Weet je, ik heb er zo lang niet gesproken of gezien. En die tijd is voor mij best wel kostbaar. En ik wil jullie niet afkatten. Maar op een gegeven moment denk ik van, ja, weet je, ik wil ook een keer kunnen genieten van een moment. En niet de hele tijd, oh shit, ik moet dit even vastleggen op camera. Nee. Dus ik zit er echt mee in de worstel op dit moment. En ik wil ook gewoon denken van, weet je, ik geniet wanneer ik wil graag genieten. En niet dat ik de hele tijd aan die camera moet denken. En tuurlijk, misschien, daar zat ik net ook even na te denken toen ik het zei van, misschien zullen er wel weekvlogs online komen hoor, volgende week of zo. Maar het kan ook zo zijn dat er twee weken in één vlog komt. Of misschien aparte stukjes van twee weken en dan van maandag of woensdag en vrijdag bijvoorbeeld. En dan die week erop op, weet ik veel. Wat toch nog leuk is voor jullie om naar te kijken. En ik ben nu al echt wel 5 minuten aan het lullen. Maar ik wil gewoon wel dat jullie dit weten. Dus ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe dat even. En vergeet ook zeker niet die duimpjes omhoog te doen. En ook niet te volgen op social media. Want dan ben je als eerste op de hoogte van updates. En dat soort dingen. Dan is dit het laatste shot wat jullie van deze weekvlog gaan zien. Ik hoop dat jullie alsnog deze vlog leuk vonden. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan zie ik jullie in de volgende video. Ik weet nog niet wanneer die online staat. Maar dan zie ik jullie snel terug op mijn kanaal. Dus tot snel. Doei.